Verdomme, hè. Het is 1 september en hij is weer al te laat. Ik had het hem nog zo gezegd, hè. 3:30 op de bus en naar huis. Het is godverdomme al 6 uur en hij is hier nog altijd niet. Ik heb juist hetzelfde gezegd. Tenor in en tanden weer uit. Ja, luisteren, dat kan hij niet, zo. Beetje sigaretten gaan roken achter school. Ja, dat gaat allemaal. Maar luisteren, nee. Ah. Onze zoon. Hij is daar, ze. Kom, geef mij nu een keer een goeie reden waarom je zo laat bent. Kom. Allee. We wachten. Allee. Maar jullie gingen mij toch komen halen?